Koos Moerenhout, EK in eigen land, een thuiswedstrijd. En die zou je eigenlijk altijd moeten winnen. Nou, moeten. Dat is wel weer de lat heel dwingend hoog leggen. Maar nee, het is duidelijk dat we natuurlijk wel voor de winst gaan. Dat mag duidelijk zijn. Daar hebben we denk ik ook de ploeg voor. Renners in vorm. Ervaring zat. Renners die het parcours ook goed kennen. Dus we gaan zeker met de hoogste ambitie van start. Maar ik weet dat er hier op het startplein nog meer ploegen landen staan die zo'nzelfde idee zullen hebben. Voor het WK zei je dat je echt aanvallend wilde koersen. Hoe zit dat hier? Ja, hier is het iets anders. We hebben Olaf Kooi als speerpunt. Een sprinter met ook klassieke mogelijkheden. Dus wat dat betreft is het niet aan ons om de koers hard te maken. Maar ja, we mogen aan de andere kant geen ontsnappingen missen, waardoor we zelf in problemen komen. Dus ja, dat kun je ook wel zien aan de andere het verloop van de andere wedstrijden. Een klein beetje gebrek aan wind. Of de wind die er staat, die staat dan eigenlijk verkeerd op het plateau op het dak van de Rente. Om echt de boel uit elkaar te rijden. Dus je ziet wel continu gaan en weer terugkomen van de groepjes. En aan de andere kant ook alweer controle. Dus dat, het blijft gewoon een hele dag door scherp zijn om niet de juiste ontsnapping te missen. En is het dan zo, want gisteren bij de vrouwen zagen we dat die eigenlijk Nederland vanaf die eerste ronde op dat plaatselijke rondje ging aanvallen. Met een carousel, zoals ze dat zelf noemden. Dat is niet iets wat jij nu uitgestippeld hebt, begrijp ik. Nee, het is zeker niet aan ons om de koers hard te maken of uit elkaar te rijden. Maar aan de andere kant, als anderen dat doen, dan moeten we wel mee. En we moeten voorkomen dat we achter de feiten aan gaan rijden. En dit is typisch zo'n parcours, zo'n wedstrijd, toch veel draaien en keren. Ook die eerste lus van 115 kilometer, normaliter ziet het er niet uit dat het heel erg open is. Het zijn over het algemeen hele goede wegen. Maar je moet altijd bedacht zijn op plannen van anderen ook. En gebeurtenissen die in de koers gebeuren. En daar zul je op moeten anticiperen. En daar moeten de jongens heel scherp op zijn. Bij Frankrijk wijzen naar Italië en België. De Italianen wijzen naar Frankrijk en België. En België wijst naar Italië en Frankrijk. Nederland komt niet in dat stuk voor bij hen. Is dat een voordeel? Het is misschien iets anders koersen. Of dat het een voordeel is, het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik bedoel, we gaan echt wel uit van onze eigen kracht. Maar we weten ook wel natuurlijk dat er tegenstand is van met name, verwacht ik van Italië inderdaad, België en Frankrijk. Dus heel verrassend is dat ook niet als je naar de deelnemerslijst kijkt en de recente uitslagen en de mogelijkheden van die renners op dit parcours. Maar dat zijn wel een beetje de machtsblokken die er zijn en ik zet ons daar zeker bij. Maar als wij daarin als laatste worden genoemd, heb ik daar geen enkel probleem mee. En dan noemt wel iedereen Mads Pedersen als topfavoriet, wat weer van een ander blok is, van Denemarken. Is dat nog iets dat jullie misschien met hen, omdat zij eigenlijk op hetzelfde scenario misschien wel hopen, een soort van bondje kunnen sluiten vandaag? Ja, dat zal de koers uitwijzen hoe dat zich evalueert. Kijk, ik denk dat de Belgen toch wel de koploploeg zijn. Die hebben natuurlijk een sterk middenkader ook. Maar ook een sterke kopmannen met Arno Daly en Wout van Aert die ook allebei een sprint zouden kunnen winnen. Dus die hebben ook wel meer opties te spelen. Nou, daar moeten we op anticiperen wat daar gebeurt. De ervaring van de afgelopen kampioenschappen leert ook wel dat Mads Pedersen ook niet de type renner is die wacht tot op een sprint. Wat hij wel zou kunnen, maar waarschijnlijk zeker niet gaat doen. Dus dat kan een hele interessante, attractieve koers worden. Tot slot, jullie gaan natuurlijk voor goud, maar waarmee neem jij genoegen aan het eind van de dag? Ja, dat kan ik aan de voorkant eigenlijk moeilijk zeggen. Ik bedoel, allereerst, het is topsport, je gaat voor het hoogste resultaat en dat is winnen. En mocht dat niet kunnen, dan ga je naar een medaille kijken. En aan de andere kant kun je ook genieten als je als ploeg een hele goede wedstrijd rijdt. Waar je heel erg aanwezig bent. En als het dan niet loopt zoals je wenst dat het loopt. Wil niet zeggen dat je een waardeloze wedstrijd hebt gereden of niet hebt gepasseerd. Dus dat is een beetje koffiedik kijken aan de voorkant. Vraag me dat aan de achterkant nog een keer. Ga ik dat doen. Dankjewel, Koos.